Mark Duimeling, we zagen hem in de marges ook al met hak over de sloot op plek 4 door. En hier gaat hij tekort komen, hij gaat uitgeschakeld worden in de kwartfinale. De uitdaging van, denk ik, van Bart van Bemmelen komt uit zijn eigen team. Uit het RTC Westhoorn van Yousry de Groot. Hij lijkt hier mee te gaan samen met Damon Tsouval. En ook samen met Nick Kuijer. De vierde positie, dat durf ik wel te voorspellen, gaat naar 3,96. En dat is Bart Adriaanse. Len Verstegen is hier als eerste vertrokken namens de club FCC Os. We gaan meenemen Pieter van Langvoort en ook Carlos van Hees. Dit lijkt zijn beste rondje van de dag te zijn. Ja, van Hees wordt altijd een beetje beter als de finales beginnen. We gaan kijken naar onze vriend uit België. Dat is Joppe van Broekhoven. Joppe van Broekhoven op een goede vierde positie. Wat dan betekent dat Robin Wichems van het Twentse Ros voorlopig in de problemen zit. Hij lijkt uitgeschakeld te gaan worden in de halve finale. We kunnen nog vier mensen toevoegen aan die halve finale van de 15-jarige.